Bram is geen doorsneebokser, ook voor de kamp niet. Dan zondert hij zich af, samen met zijn beste vriend. In het leven ben je veel met vrienden, dat zie ik vandaag, dat voel ik vandaag ook. Zonder vrienden gaat het niet. Je mag de beste op de wereld zijn. Als niemand je graag heeft, dan ben je niemand. Ja, en ik ben zeker niet de beste. De slechtste ook niet, maar... Hè? Het is een teddybeer, maar in de sport gelden nu eenmaal andere regels. En in deze sport toch vooral gaat het erom te winnen. Dus, ja. En winnen, dat gutst voor de kamp uit elke porie van Schram. Bij zijn opkomst intimideert Schram vriend en vijand met zijn kalmte. Hij lijkt kwaad, droevig, lief en moordzuchtig tegelijk. Sport is emotie. Om te presteren heb ik ook emotie nodig. Want zonder emotie kom ik nergens niet. Ja, ik doe dat niet graag, ik doe dat echt voor... Met emotie, ja. En dan mogen die emoties de ring in. En het is ook meteen een paar keer goed raak. Die dekking! In ronde 3 gaat de Kroaat een eerste keer neer. Maar hij staat weer recht. Ja, ik ben natuurlijk heel persoonlijk betrokken partij. Dus natuurlijk, het is de laatste partij van een van mijn beste vrienden. En het was ook niet de allereenvoudigste partij. Dus ik was absoluut begeesterd. Blijf maar komen, want de wagen niet vangen onder de wagen. Nee, dat is goed bij. Laten vangen doet Schram zich niet meer. De Kroaat gaat definitief tegen de touwen. Schram wint de laatste kamp uit zijn carrière. Ik weet niet wat dat mijn mooiste kamp was. Maar ja, mooi is het wel. En het is gedaan. Het is volledig gedaan. Ik ben niet zeker, hè? Jawel. Ik moet dat doen. Het is de goede leeftijd, 35 jaar. Boksen is toch een heel intensieve en ook gevaarlijke sport. Dus ik denk dat het goed is om... Om het in schoonheid af te ronden. Af de pand in de venue, hè? Mag ik hier een koek geven? Nee. Je bent gestopt. Ik ben gestopt. Dat mag niet meer. Dat mag niet meer, ja, dat is waar.